Ik moet een manier zien te vinden om die lachometer in mijn vleugels te krijgen. Maar als die vervelende pinguïn en flamingo mij zien, hebben ze me zo door. Tenzij ik niet op mezelf lijk. Ik ben professor de Pauw niet. Echt niet? Wie bent u dan wel? Ik ben, Sumtumoer. Professor Goedzak. Professor Goedzak? U bent zeker weten niet professor de Pauw? Natuurlijk niet. Professor de Pauw is toch geen Goedzak? Maar ik wel. En in het nu volgende liedje ga ik jullie dat bewijzen. Hij is eerlijk. Dat zegt iedereen van mij. Oh, zo eerlijk, dat komt dagelijks 20 keer voorbij. En ze vinden mij zachtaardig, ik bak taarten bakkersmaardig. Ben fatsoenlijk en hulpvaardig, het is duidelijk. Ja, ik ben eerlijk, en ik doe geen wezen kwaad. Want ik ben eerlijk, ik heb een echte snor die mij staat. Dit is geen liedje om te doen alsof, zodat je denkt die vet is tof. Om dan een idee te stelen en claimen dat is van mij. Dat is wel heel erg specifiek. Kort geprezen, en ik mag er wezen. Ik leer jullie lezen, je ziet dus naar ik hoop. Ik ben heel eerlijk, soms zelfs vinden ze mij ook begeerlijk. En het laatste wat ik wil, is een goed idee dat ik verkoop. Is het waar dat die Asper ook een goed idee begint? Ik ben eerlijk. Ik ben beslist geen charlatan. Ik ben zo eerlijk als het maar kan. Ik, professor Eerlijk. Wauw, u bent een Goedzak. Maar toch snap ik het nog niet echt. Wat doet u op de transportservice? Nou, ik doe daar hele goede dingen natuurlijk. Zoals die lekkere snacks neerzetten in de kantine daar. Lekkere snacks? Hoe weet u dat we van lekkere dingen houden? Kom mee, Clara en Carlos. We gaan. Eindelijk kan ik nu ongezien die lachometer stelen. Je bent van mij nu. Huh?